Dames en heren, wat is het fantastisch om hier weer te staan. Het allereerste interview van Room for Discussion op locatie sinds het begin van de coronapandemie. En vandaag hebben we niemand minder te gast dan VVD-Corrivé, oud-vicepremier en Room for Discussion-veteraan Hans Wiegel. Hans Wiegel was natuurlijk in de jaren 70 een van de grootste oppositievoerders tegen toenmalig premier Joop den Uyl. Werd later vicepremier in het eerste kabinet van Acht, dat ook wel het kabinet van Acht Wiegel werd genoemd. En vervolgens verliet hij de politiek vroegtijdig om commissaris van de Koningin in Friesland te worden. Vervolgens werd hij senator in Den Haag uiteraard. En werd hij nog één keer beroemd om de beruchte Nacht van Wiegel, waarmee het correctief referendum van D66 definitief de nek om werd gedraaid. We zullen het vandaag gaan hebben over de verschillen tussen de Nederlandse politiek in de tijd van de heer Wiegel en nu. Over de voortslepende kabinetsformatie, de huidige politieke situaties en natuurlijk Prinsjesdag. En daarbij, geheel in de traditie van Room for Discussion, is er ook plaats voor publieksvragen. Oftewel, er is meer dan genoeg om te bespreken. Ik ben Rivka, dit is Thijs en graag een hartelijk applaus voor de heer Wiegel. Welkom. Welkom. Goed. Ik val meteen in slaap hier. Ja, het is een lekkere bank, toch? Ja, zeker. Zakt er meteen helemaal perfect in. Ja, absoluut. Meneer Wiegel, wilde u allereerst een foto laten zien? En dat is een foto die u zeer zeker herkent. We zien hier op deze foto Dries van Acht, de bijna premier van het CDA, die samen met Hans Wiegel aan het onderhandelen is. Ja. Zou u ons kunnen vertellen wat er zo bijzonder was aan deze foto? In de eerste plaats is het bijzonder ervan, ik heb bedacht dat die fotograaf moest komen. Dat wist Van Acht niet, want je weet nooit wat hij dan gezegd zou hebben. Maar het leek mij goed als we dan toch zitten te praten en na te denken en te eten. En dan een mooie foto. Ja? En dat is een mooie foto geworden, omdat maakt het gevoel van, wat doen ze daar? En het is dus ook zo geweest dat toen die foto er was, dat toen pas sommigen dachten uit de politiek, ze zijn echt met elkaar aan het praten. Wat doen ze? Waar hebben ze het over? Dus het is eigenlijk een hele spannende, het is een van de spannendste, zeggen anderen, foto die er ooit gemaakt is. Was dit het hoogtepunt van uw carrière? Nou, wel het begin daarvan. Ja? Wat de grote kunst was, want we gingen toen, ik geloof dat het de eerste dag was dat we gesproken hadden. En toen zei de informateur, zou je niet gaan eten met z'n tweeën? Dat hebben we toen ook gedaan. En de kunst is dan van, hoe ga je met elkaar om? En het werkt dus, naar mijn gevoel, altijd als je elkaar vertrouwt. En het werkt alleen maar als je ook bereid bent niet alleen wat punten naar je toe te halen, maar ook om punten weg te geven. En de anderen moeten dus ook het gevoel hebben, ja, hij denkt ook aan mij. Ja, dat is de kunst. En zo is het gegaan. Dus die formatie die heeft 2 weken geduurd. Punt. Toen was de regering. Daar gaan we het zo meteen even over hebben met de formatie van tegenwoordig natuurlijk. 2 weken is wel heel vlug. Maar wat ons ook opviel in deze foto, dat ziet u waarschijnlijk hier ook, is dat er behoorlijk wat drank op tafel staat. Ja, dat, de fles die erop staat, ja? Die was voor ons te duur, maar die hebben we wel zo laten zetten. Is het uiteindelijk nooit opgedronken? Die fles gedronken? Niet, maar wel, is wel gedaan en gegeten. Ja. Ja, zeker. En zit natuurlijk ook met een sigaar, en volgens mij meneer Van Acht ook. Ook dat, ja. Dat is iets dat tegenwoordig totaal niet meer genormaliseerd is, dat ook enorm wordt tegengewerkt, roken en drinken. Vindt u dat terecht? Nou, ik niet. Want ik weet nog wel, ik heb toen ik jong Kamerlid was, en toen was ik dus 25, was ik verreweg de jongste. En de sfeer daar was eigenlijk heel veel, er werd veel gegeten en veel gedronken, er werd veel gerookt. En er was daardoor ook een aparte sfeer. Dus je had natuurlijk PvdA'ers, je had ook communisten. Marcus Bakker was een van de beste Kamerleden. En hij stond daar wel zo'n checkie te draaien. En ik zat zo'n sigaartje te roken, terwijl de besprekingen aan de gang waren. Ik mocht dan niet dat laten zien, maar we deden dat wel.
En als ik een sigaartje was vergeten, ging hij van mij een checkie draaien. En we waren dus over bijna alles met elkaar oneens. Maar we waren zeer op elkaar gesteld. En de grootste eer die ik toen heb ervaren was dat toen hij was overleden, zijn vrouw vroeg of ik het boek wat er zou uitgegeven worden over haar man, dat ik dat boek zou toelichten en daar iets te vertellen over haar man. En dat dus dat door een communistische gemeente, een communistische familie, dat die dan zo'n liberaal vraagt om dan dat boek te doen. Nou, dat vond ik wel eervol. We hebben iets voor u meegenomen, namelijk twee delen van twee partijplannen uit 1977. Wat ik nu ga doen, ik ga twee citaten hieruit voorlezen en ik zou dan heel graag van u willen horen welk citaat u denkt uit het partijplan van de VVD komt en welke uit een andere partij. Citaat nummer 1. Het beleid ten aanzien van culturele minderheden houdt rekening met hun eigen cultuur en waarden. Citaat nummer 2. De straffen voor het in dienst hebben van illegaal verblijvende buitenlanders worden ingrijpend verhoogd. Welke is van de VVD? De laatste heb ik niet bedacht. Dus de eerste? De eerste wel, ja. Heeft u een idee van welke partij de ander afkomstig is? Nou, iemand die ietsje rechtser is dan ik. Ietsje rechtser? Of een beetje. Het komt ik was, ben ook ben inderdaad maar een klein beetje rechts. Want ik vind ook, je moet altijd heel goed opletten, wat denken andere mensen over? En mijn gevoel is altijd geweest van, ik heb wel een beetje gelijk. Maar anderen hebben ook gelijk. En waarom zou ik dat niet goed vinden? U vindt dit dus wel echt een typisch rechtsstandpunt? Die tweede. Net genoemd, ja zeker. Het is afkomstig uit het partijplan van de PvdA uit 1977. Potverdorie. Dat is vrij links. Nou ja, dat blijkt nog eens. Die PvdA is zo rechts. Dat is een dom als een aap natuurlijk. Dat is nog eens bevestigd. Dank. Maar als we dat dan nu vergelijken met de verhoudingen van 2021 ten opzichte van integratie, is het inderdaad waar dat zowel de VVD als de PvdA echt 180 graden gedraaid zijn ten opzichte van hun eerdere positie. Hoe komt dat, denkt u? Nou ja, kijk eens. De samenleving verandert. En ze maken dan, als je een kabinet wil hebben, dan moet er ook een programma worden gemaakt. Hè. Dat vond iedereen altijd ontzettend belangrijk. Ik vond het absolute onzin. Want dat maakten we wel, zo'n mooi prachtig programma, de heer Van Acht en ik. Maar je wist ook dat je na een half jaar, dus bijna alles verouderd. Of alles is weer anders. Dus ik vond het ook niet zo belangrijk om daar zulke dikke pillen op te schrijven. Alleen politici willen graag dat allemaal wordt opgeschreven. Mij interesseerde dat niks. Dus uw partijplan van 1977 waren meer ideeën waarvan u dacht, dit past wel in de huidige maatschappij? 1977. Ja, want ik heb toen geloof ik zelf dat programma geschreven. Samen met iemand die nog meer wist dan ik. Nog meer. Er viel ons nog iets anders op aan ditzelfde partijplan. Ja. En dat gaat over de Europese Unie. Want u heeft in de afgelopen jaren natuurlijk best wel wat kritiek geuit op de uitbreiding van de Europese Unie en de kosten daarvan. Maar als we dan kijken naar uw partijplan uit 1977, en ik zal dit weer gaan citeren, dan staat er dat voortschrijdende Europese eenwording noodzakelijk is voor de toekomst van een vrije westerse samenleving. Waardoor komt uw verandering in mening dat u daar op dit moment niet meer zo naar kijkt? Nou, ik vond dat nog steeds en dat vind ik nog steeds. Maar je moet ook eraan denken van hoe wordt er in het Nederlandse volk gekeken naar Europa? Een heleboel mensen moeten zeggen dat is heel goed dat dat zo is. Maar er zijn natuurlijk in Europa is het ook zo dat er allerlei regels worden gemaakt daar in Brussel. Waarvan er ook een heleboel Nederlandse kiezers willen. Dat willen wij gewoon niet. Te veel bemoeizucht. Dus daar moet je altijd toch op letten. Nederland heeft ook zo'n een van de belangrijke figuren in de Europese Commissie. Die man heeft tegenwoordig een hele lange witte baard, waarom weet ik niet. Maar goed, die heeft hij dan. En die zit dan te roepen wat wij allemaal moeten doen. Maar dat willen een heleboel Nederlanders niet. We willen toch een beetje eigenwijs blijven. Een beetje eigen zijn. En je ziet het ook dat het heel erg belangrijk is. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de ontwikkelingen de laatste tijd, dan zie je dat de economische ontwikkeling in Nederland gaat heel goed.
heeft de regering dus ook heel goed gedaan. En een heleboel andere landen die misschien nog meer naar Brussel hebben gekeken, maar die hebben het helemaal niet zo goed gedaan. Dus je moet toch goed letten op jezelf. Nee, die man met die grote witte baard uit Brussel, die vertelt natuurlijk ook vrij veel over het klimaatbeleid. Zaken waarvan waarschijnlijk ook veel Nederlanders het wel of niet mee eens zijn. Ja. Als we dan tot slot nog één keer kijken naar het verkiezingsprogramma van 1977, dan zagen we dat de VVD toen behoorlijke klimaatdrammers waren, om even in de woorden van Dijk te spreken. Ja? Ja, echt waar. Terwijl tegenwoordig met staatssecretaris Jezielkus bijvoorbeeld, die heeft het vooral over haalbaar en betaalbare klimaatregelen. Ja. Hoe kan dat zo zijn veranderd in de afgelopen 40 jaar, 50 jaar? Nee, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik kan één citaat eruit halen. Ja. Nederland zal er met alle mogelijke middelen naar moeten streven dat een effectief internationaal milieu- en grondstoffenbeleid wordt geformuleerd en dat de verschillende landen zich verplichten aan dit beleid mee te werken. Toen ik dit las, dacht ik dat ik het verkiezingsprogramma van GroenLinks voor me had liggen. En heeft de VVD dat geschreven? Dit heeft de VVD geschreven, echt waar. Ik kan me niets van herinneren. Ja. Maar hoe kan dat? Ik weet niet of ik dat heb opgeschreven. We hebben het echt. Ik heb het voor u uitgekregen. Maar was ik het zelf ook? U had het verkiezingsprogramma geschreven, toch? Van de jaren 70. Ik heb niet het hele stuk geschreven. Pagina 36. Is het geel? Het gele stukje onderaan. Nou, dit heb ik niet zelf geschreven. Nee, dat is echt niet zo. Maar want u bent het er niet altijd, meer mee eens. Ik schrijf altijd hele korte programma's. Ik heb een keer een verkiezingsprogramma gemaakt, maar met twee vellen. Ja? Ja, 10 punten. Nou, deze was wat meer inderdaad. Maar dit is niet iets waar u nog achter staat tegenwoordig. Hm? Dit is niet iets waar u nog achter zou staan tegenwoordig. Lees hem nog eens voor. Ja, ik heb hem hier ook staan. Nederland zal er met alle mogelijke middelen naar moeten streven dat een effectief internationaal milieu- en grondstoffenbeleid wordt geformuleerd en dat de verschillende landen zich verplichten aan dit beleid mee te werken. Ja, dat laatste vind ik. Je kunt er wel voor zijn, want anders heb je het ook geen Europa. Maar in wezen is, als je het heel goed leest, nou, kun je er ook wel mee verder. Ja? Ja. Maar je had het nooit meer zo geformuleerd. Nee, ik heb dit zelf nooit geformuleerd. Nou, duidelijk. Dus hoe ziet u de huidige situatie wat betreft klimaat van de VVD? Hoe ziet u dat voor zich? Moet de VVD een soort groen recht zijn? Of moet het inderdaad, wat Jezielkus zegt, vooral haalbaar en betaalbaar blijven? Wat moet het klimaatbeleid van de VVD zijn anno 2021? Nou ja, dat klimaatbeleid gaat zich toch ontwikkelen. Er is nu ook geld uitgetrokken door de regering. Hoeveel dat is, weet ik niet, maar het zijn vele, vele miljoenen. Dus het is ook zo dat de VVD wel meedenkt aan het feit dat we toch aan die klimaat moeten we meer. Dat is absoluut waar. Dan moet natuurlijk meer gebeuren. Maar het merkwaardige is, als je dan in Europa zit, dan zijn wij misschien nog positiever dan sommige andere landen in Europa. Kijk aan het oosten van Europa, daar zijn ze helemaal niet zo. Die doen gewoon waar ze zelf zin in hebben. Dus dat is ook het probleem dat Europa heel groot geworden is. Vroeger had je 7 leden, 7 landen, 7 regeringen. Dat was Europa. En nu zijn het er veel meer. Dus het is veel lastiger geworden. We noemden net een paar punten waarop het lijkt dat de VVD in de jaren 70 toch een stuk linkser is dan dat het nu was. En toch heeft u in de afgelopen jaren, de heer Rutte en de huidige VVD, best wel vaak erop beticht dat zij nu te links zijn. Bent u zelf niet gewoon rechtser geworden? Nee, ik ben niet. Nee, dat ben ik zeker niet. Nee. Maar Rutte is weer een heel andere man. Die let ook heel goed op van, wel, wie vindt dit, wie vindt dat en hoe kom ik eruit? En dat is voor een politicus ook heel prettig om te zien. Maar je ziet dus ook dat eigenlijk Rutte heel soepel kan zijn in zijn standpuntinname. En dat doet hij ook omdat hij anders natuurlijk moeilijk in de Tweede Kamer zijn zin kan krijgen. Ja, dat hoort er allemaal bij. Maar je zou zelf het liefst gewoon wel echt een streng rechtseconomisch beleid willen? Ja, dat is wel de lijn. Op zich zien we wel in de afgelopen jaren dat rechtseconomische beleid niet altijd goed heeft uitgepakt. We vinden bijvoorbeeld nu de ziekenhuismedewerkers en het onderwijs heel erg belangrijk. En toch heeft de VVD daar jarenlang op bezuinigd. Is dat niet een teken dat het rechtse beleid niet altijd werkt? Nee, ik weet het niet, want als je kijkt naar, ik heb ook nog in de wereld van de gezondheidszorg gezeten. Ik ben voorzitter van de verzekeraars daar geweest.
Ja, en er werd toch gezegd, je kunt niet zomaar die kosten allemaal gaan uitbreiden, want dat kan gewoon niet. Dus de mensen moeten zelf ook wat betalen. En je kunt niet alles krijgen. Dus je moet het altijd een beetje goed doen. En dat geldt voor het onderwijs natuurlijk ook. Maar de lijn van het onderwijs is mijn stelling altijd geweest. Uit wat voor samenleving je ook komt, je moet de kans krijgen dat onderwijs te ontvangen wat je ook aan kunt. Dus ik ben er een groot voor, dat vind ik voor liberalen heel belangrijk. Dat het onderwijs zo in elkaar zit, dat onderwijs voor jonge mensen en wat voor soort situatie hij ook opgroeit, dat hij zijn kans krijgt om alles uit zichzelf te halen wat in hem zit. Dat is een puur liberaal punt. Ik weet nog heel goed, ik was toen jong Kamerlid. Ik was niet eens Kamerlid. Ik was bij de JOVD, bij de Jonge Liberalen. En toen had je mevrouw van Someren Downer, die zullen jullie waarschijnlijk niet meer aannemen. Zij was Kamerlid. En ze hield er dus dat verhaal. En zei ook, het liberale onderwijspolitiek is dat die zo in elkaar moet zitten, dat iedere jonge figuur uit wat voor soort omgeving hij ook opkomt, moet die kans hebben. Dat vond ik nog steeds en vind ik nog steeds buitengewoon. Maar je moet er zelf ook wel wat voor doen natuurlijk. Dat betekent dus ook niet dat alles voor niks kan. Ik bedoel, ik heb ook gestudeerd. Althans, ik ben student geweest. En op een gegeven ogenblik kreeg ik daar ook een paar centen van mijn vader voor. 25 gulden, geloof ik. Daar kon je niks mee. En dan zei mijn vader, dat is mooi en aardig. Dan ga je gewoon maar een baantje zoeken erbij. Dus ik ben ook baan. Ik had een baan ergens. En dan verdiende ik op die manier de centen om mijn studie te betalen. Je hoeft niet die centen hoef je niet van de staat altijd te krijgen. Je kun je zelf ook een beetje met elkaar grabbelen. En dat is een liberaal standpunt waar de VVD nog steeds achter staat. Maar als we het inderdaad hebben over die grote uitgaven waar de VVD momenteel voor staat. Miljarden, tientallen miljarden worden er uitgegeven. We kunnen dat niet per se een gezonde financiële situatie waar de VVD altijd voor staat noemen. Is dat iets waar u nog steeds achter staat? Of denkt u in zulke situaties ook van nou, misschien past een andere partij wel beter bij mij? Nou, kijk eens. Dus de economische situatie op dit ogenblik, dat heb ik zo pas ook gezegd, is veel beter dan we hadden gedacht. En dat is mede te danken aan het beleid van de regering. Dus als dan het bedrijfsleven veel beter doet dan je had gedacht, kun je ook meer geld krijgen. En kun je dus dat geld ook gebruiken voor andere dingen te doen. Dus dat is op zichzelf prima. Maar je moet wel ontzettend goed uitkijken dat je niet te veel geld uitgeeft uit de overheid. Want ergens houdt het op. Ja, natuurlijk. Zijn partijen als Ja 21 en Forum voor Democratie, die op een aantal punten best wel de lijn volgen van de VVD, zijn dat geen partijen die op dit moment dichter bij uw standpunten staan? Welke partij zijn u? Forum voor Democratie en Ja 21? Ja 21, een heel ander verhaal. Oké, okay. Zullen we ze één voor één doen? Ja, is goed. Wat wil je eerst weten? Forum voor Democratie? Die aardige jonge man. Punt. Ja. Oké. Okay. Die heb ik leren kennen toen hij promoveerde. Ja. In Leiden. Daarvoor had ik hem een keer gezien. Ik denk, wat een geestige man. En dat is hij ook. Maar je merkt dus nu in de laatste tijd dat hij gewoon niet meer precies weet wat hij nou eigenlijk wil. En dat hij ook dingen zegt. Waarvan je zegt, dat kan je eigenlijk niet zeggen. Dus ik denk dat het verstandig is. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, er stond gisteren ook weer zo'n verhaal erin. Maar ik heb mijn standpunt, en dat schrijf ik ook binnenkort in de Telegraaf, over ik geloof een maand of zo. Ik heb iets voor in de vechten. En dan ga ik ook zeggen, hij moet daarmee ophouden met die politiek. En misschien veel beter, hij heeft een vriendin. Doe eens wat meer met je vriendin. ga gezellig met hem doen. En je hebt nu wel andere lui heb je in die Tweede Kamer om je heen. Laat die lui eens een keertje doen. Hoef je niet steeds mee te boeien, want een heleboel dingen weet je toch niks van. En dat luistert hij toch wel naar. Dus ik denk, hij moet het verstandiger doen. En anders misschien moet hij gewoon maar wat anders gaan doen. Ja, dus op dit moment is dat totaal... Wat het bijzondere van hem was natuurlijk, dat hij op een gegeven moment in een hele grote verzameling... Ja, enorm, een van de grootste van het land. Dat is onvoorstelbaar. En dat is allemaal weggevallen.
En die andere dan, Ja 21, de partij van Joost Eerpans? Ja, die heb ik zondag nog ontmoet in een televisieprogramma. Ik ken hem al heel lang. Hij was vroeger volgens mij KVP, katholiek. Ik heb hem leren kennen toen hij zelf ging studeren. En hij is toen op een gegeven ogenblik is hij ook wethouder in Rotterdam geworden. Dat is een hele behoorlijke tekst en dat heeft hij ook goed gedaan. En nu heb ik de indruk dat hij redelijk rechts is, zal ik het zo maar formuleren. En heel praktisch. Dus ik zeg, niet dat je op hem moet stemmen, maar jezelf al van weten. Maar ik mag die man wel. Oké. Dan gaan we gaan het er ook niet uitkrijgen, toch? Of u ooit zou overwegen om op Joost Eerpans te stemmen? Nee, want dat doe ik toch nooit. Nee? Ik stem op mijn eigen partij. Okay. Ik heb in goede en in slechte tijden, ik heb nooit mijn eigen partij laten vallen. Verloopt. Nooit en dan nimmer. Altijd op de VVD. Ik denk dat het tijd is voor een publieksvraag. Dus als er iemand in het publiek op dit moment een vraag heeft aan de heer Wiegel, dan mag je zijn hand opsteken en dan zal Renze daar naar jullie toe komen. Niet allemaal tegelijk. Dankjewel. U kent als geen ander hoe het is om tegen de partijlijnen in te gaan. Een ander individu die het afgelopen jaar de partijlijn is ingegaan is Pieter Omtzigt. Dat heeft geresulteerd in zijn scheiding van zijn partij. Wat verwacht u dat de gevolgen zijn van de nieuwe partij? Naar mijn mening is de kwestie van wanneer en niet of van Pieter Omtzigt in het politieke spectrum. Wat de gevolgen daarvan zijn. Dank u wel. Ik weet niet wat hij wil. Hij heeft dat niet gezegd, hè? Maar hij is nu de laatste dagen ook weer heel actief in de Tweede Kamer. Hij weet ook heel veel. Hij zegt dat niet alles in de politiek. Als je veel weet, hoef je niet een goede politicus te zijn. Hè? Hij is wel heel knap, hij is wel heel, heel goed. Misschien is er te weinig aandacht in de tijd in zijn partij geweest voor hem. En hebben ze gezegd, ja, die vent is zo verdomde lastig. Die zetten we niet zo hoog neer. Het zal best zo zijn. En dat hij dan de pest daarover heeft ingekregen, dat kan ik me ook nog voorstellen. Maar je weet nooit, want hij zit nu in zijn eentje. Dus hij stemt niet meer met een grote fractie. Dus hij krijgt dan bij een onderwerp, dan mag hij zoiets van, wat is het, 5 minuten stemmen of praten. Dus daar word je ook niet vrolijk van. Dus misschien moet het zijn tijd hebben en misschien, ik heb dat ook een tijdje terug nog geschreven, misschien is het toch een idee. Toen kan hij meteen, dat snap ik ook wel, maar dat toch ook zijn eigen vroegere partij ja, ook haar best doet om hem weer bij hem te krijgen. Want hij is natuurlijk toch wel een bijzondere man. Huh? Ik heb een tijdje terug met hem gesproken. Nou, hij is buitengewoon pinter. En hij is eigenlijk ook, als je hem goed kent, is hij nog aardig ook. Dat is ook wel heel prettig in de politiek en trouwens in het hele leven. Dus mijn hoop is dat het zo gaat, dat hij er toch weer op een gegeven moment in een grotere groep zijn activiteiten kwijt kan. Want dan kan hij toch meer kwijt dan wanneer hij in zijn uppie rondholt. Bent u tevreden met het antwoord? Ja, dat gebeurt mij ook niet altijd. Dank u zeer. Zullen we nog eentje doen? Of, ja? Is er nog één iemand in de zaal? Zijn er toch nog meer in die zaal? Er zijn nog meerdere, ja. Renze, kies iemand uit. Ja. Er wordt nu gesproken over een nieuw klimaat binnen de politiek, een nieuwe bestuurscultuur. En mijn vraag aan u is dan, hoe kijkt u ernaar? En denkt u dat bijvoorbeeld voor ministeries het beter is om mensen vanuit het bedrijfsleven te halen in plaats van politici die geen moer van snappen en gewoon op positie worden gegooid? Ja, maar dat is een goed idee, maar dat is ook altijd wel eens gezegd. En er zijn ook mensen uit het bedrijfsleven. Die zijn minister geworden, ook in mijn partij. Die was niet eens lid van de VVD. Maar hij zei, dat is zo'n goede vent, die moeten we minister van Economische Zaken maken. En dat is toen ook gebeurd. Dus het is wel heel goed dan om daar ook naar te kijken. Je hoeft niet, precies omdat je lid van die partij bent, dan moet je zo nodig een keer minister worden. Waarom? Dat geldt maar voor een paar mensen die het ook echt kunnen. Dus je moet daar ook heel soepel in zijn. En zo moet je redeneren. Je moet ook altijd bereid zijn om mensen naar je toe te halen van wie je denkt, nou, ik ben niet helemaal met die vent of die mevrouw het eens, maar hij en zij zijn wel steengoed. Ik ben minister geweest, dat heb je ook keurig onthouden.
en vice-minister-president, kun je nagaan. En toen heb ik de top van mijn departement van Binnenlandse Zaken totaal veranderd. Want wat oudere figuren zaten daar, sommigen zijn goed, sommigen zaten te lang. Dus ik heb toen een aantal jonge mensen op hoge posten neergezet in dat departement. En ook mensen uit de partij van... Ik wist ook niet wat die ambtenaren politiek waren. Dat interesseerde mij ook niks. Als ze maar goed waren. En als ze maar de moed had om tegen die minister te zeggen waar de minister wat anders over denkt. Daar was ik altijd heel blij mee. Hey, tenminste, al die gasten die tegen je praten en zeggen dat je geweldig bent en dat je het fantastisch is. Nee, je moet mensen als medewerker hebben die zeggen, nou nee, het moet toch een beetje anders zijn. Zou u een voorbeeldje noemen? Ik was een keer daar op Binnenlandse Zaken en ik zei tegen de secretaresse, ik was zo'n stukje gekregen van een ambtenaar. Ik zeg, wat is dat? Wie is dat? Ja, dat is een hele jonge ambtenaar. Ik zeg, zou je die jongen eens laten komen? Nou, die jongen kwam. Maar zijn bazen waren er ook. Hè. De directeur, de plaatsvangende directeur, de hele reutemeteut, die stonden er ook bij. Dus toen zei ik tegen die andere ambtenaar, wat doet u hier? U bent helemaal niet uitgenodigd. Pst. Dus ik had alleen die jonge man bij mij. Hè. Ik zeg, goed, verhaal gemaakt. En waarom heb je dit gedaan? En waarom heb je dat gedaan? En ik vond zus, maar waarom heb je dat niet? En waarom wel? Nou, goed gepraat. Toen zei ik vervolgens tegen hem, nou, het is kwartier. Ik moet weer regeren. Heel verschrikkelijk, maar het moet toch. Dus fijne dag verder. En die jongen is ook nooit vergeten hoe die aangepakt is. En dat die werd aangepakt door de baas van de tent en een waardering kreeg. Dat is ook altijd de kunst. Je moet met mensen waar je mee samenwerkt, daar moet je ook respect en waardering voor hebben. En vond ik altijd geweldig. Om dan weer terug te gaan naar onze vragen, zou ik graag nog een ander stapje terug in de tijd willen maken. Deze keer zullen we niet helemaal teruggaan naar de jaren 70. Stukje dichter bij huis, 17 maart 2021. Wij zaten toen met z'n allen in een lockdown, in een avondklok. Er mocht 1 persoon bij mij op bezoek komen. En als ik naar de winkel wilde, voor een schroef, moest ik een afspraak maken. Totaal ander Nederland. Toch is dat het Nederland waarin wij hebben gestemd. En nu, meer dan 180 dagen later, zitten wij nog steeds zonder een uitzicht op een kabinetsformatie. Als u deze formatie in 1 woord zou moeten samenvatten, welk woord zou u kiezen? Ik vind het heel bizar wat er gebeurd is. Het is nu een half jaar geleden, hè, dat er verkiezingen waren. En daarna is er dus niks gebeurd. Bizar. En waarom is het? Bizar is uw woord. Nou, dat mag je ook zeggen. Maar ik heb altijd liefst mijn eigen teksten. Maar... Ja, wat gebeurde hier? Die mensen die wouden niet. Die mensen die er nu zitten, die wilden ook niet van mening veranderen. En willen geen mening veranderen. En die bewogen ook niet. En die bewegen ook niet. Dus daardoor is dat helemaal gepruts. Huh? Nou moet je daar ook niet zo vreselijk zorgelijk over zijn. Want ik zal u een mooi verhaal vertellen over België. Daar is er een kabinetsformatie geweest. Die duurde dan een jaar. En het ging fantastisch met het land. En weet je waarom? Omdat er geen regering was die allerlei dingen mochten doen. Dus het is het systeem. Als je nu zegt, je moet het een beetje goed hebben. Nou, laat maar nog een half jaar of zo meeleuteren. Dan kan het ook goed zijn. Dat kan je natuurlijk niet doen. Maar mijn gedachte zou zijn, jongens, maak dat kabinet. Zorg ervoor, als je daar geen meerderheid voor krijgt, en die kans is groter, want ze maken alleen maar ruzie. Maak dan maar een minderheidskabinet. Er zijn altijd andere partijen die niet in de regering zitten, die wel toch willen meedoen. Dan moet dat maar. Wat heeft uw voorkeur? Een minderheidskabinet met het vorige kabinet gewoon wel doorgaan in de hoop dat D66 samenkomt? Kijk, dat kabinet wat er zat de laatste 4 jaar, die heeft redelijk goed gedaan. Daar zat ook die christelijke partij tussen. Dat is een kleinere partij, maar en die vonden natuurlijk allemaal dingen waar iedereen geweldig van vond. Maar die deden het goed.
Wat is er dan nu? Nu wordt daar door die mevrouw van D66, die heeft die club eruit gemikt. Waarom? Ja, omdat zij wat anders vinden van dingen dan wat zij vindt. Dat slaat nergens op. En anders hadden we gewoon nu datzelfde soort kabinet kunnen houden als wie vier hebben gehad. En dat is heel raar. Je moet dus ook, als je dan vindt dat een ander iemand echt iets anders wil, dan betekent dat niet dat je niet met die figuur moet samenwerken. Ik zal een klein voorbeeldje noemen. De Staatkundig Gereformeerde Partij, u weet waarschijnlijk wie dat is. Dat is een klein gezelschap, de oudste, het oudste, oudste partij in Nederland. Zeer ouderwets. Vinden sommige dingen waar ik niet voor ben, maar met wie ik wel praat en wat ik mee eet en weet ik van wat allemaal. Dus je moet ook accepteren dat een ander wat anders vindt. En toen Van Agt en ik samen gingen regeren, waren we het ook lang niet altijd eens. Maar dat wisten we ook van elkaar. En we wisten ook dat we het eens moesten worden. Nou, dat is een kwestie van geven en nemen. Jij dit, ik dat. Zal u een gek voorbeeld worden en dan hou ik hem weer op. Nee. Het kabinet voordat er was, het kabinet Den Uyl. Dat was een bijzondere man overigens. En die zijn toen, ik geloof, nou, 3-4 maanden geleuterd over hoeveel posten ze zouden kunnen krijgen. 8-7-1 of 7-7-2 was het altijd. Nou, ik kreeg op een gegeven moment, kwam ik met Van Agt te spreken. En toen zei ik, zullen we nou niet eens dat programma maken inhoudelijk? Zullen we dat even laten liggen en zouden we niet gewoon de zetelverdeling doen? Zetelverdeling? Ja, dat kunnen we toch aan het begin doen? Ja, wat dan? Ik zei, nou, dat is dan eenvoudig. We hebben ook een professor bij ons, die kan het uitrekenen of het klopt. Jij 10 ministersposten, ik 6. Nou, dan hebben ze dat nagerekend, dat klopte. Zei, nou, dat is al dus besloten. Punt. Dat is in een half uurtje gebeurd. Zo kan je toch ook regeren? Ja. Maar je moet elkaar wat, het is geven en nemen. Ja. En vooral even meer geven en niet alleen maar willen nemen. Ja, dus u bent voorstander van het geven en nemen tussen voornamelijk ChristenUnie en D66, zodat het huidige kabinet ja, toch doorgang zou kunnen vinden? Ja, dat vorige kabinet van de afgelopen jaren, dat hadden ze natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen, daar gaan we mee door. Ja, maar er is natuurlijk ook nog een tweede optie. En die optie is de afgelopen maanden voor op tafel geweest. Dat is de optie met de Partij van de Arbeid en GroenLinks bij elkaar. Dat is ook een partij. Het zijn ook twee partijen die totaal andere standpunten hebben dan de VVD. Maar in dat geval zou je toch ook kunnen zeggen dat... Ja, maar die lui doen net alsof ze een grote belangrijke club zijn. Die lui hebben nog nooit zoveel verloren als nu. En dan met een groot verhaal komen vertellen wat wij moeten doen. Daar zijn ze er niet over. Maar aan de andere kant hebben zij natuurlijk wel bij elkaar 17 zetels uit hun hoofd. De ChristenUnie uit hun hoofd 17 zetels, die twee. Terwijl de ChristenUnie er 5-6 heeft. 5-6, ja. Ja. Maar die waren ook heel bescheiden. Die wilden wel een paar punten. Maar wisten ook dat ze er maar een paar kregen. Ja, dus Partij van Maar als Arbeid je kijkt waar... de Partij van Arbeid is altijd wel een beetje redelijk. Maar die andere club, linkse gezelschap van die slimme man. Grote dikke verhalen alsof hij 25 kamerzetels heeft. Dat zijn er een stuk of 6 of 7. Nou, ga fietsen. Nee, duidelijk. Duidelijk. We zouden toch op zijn minst met elkaar moeten praten? Denkt u ook niet? Praten kun je wel, maar je moet kijken. Kijk, je kunt wel met elkaar praten, maar als je zegt, ja, jij wil van alles en nog wat. En je bent een kleine club, je kunt wel een beetje krijgen, maar niet zoveel. Denk je niet dat hetzelfde zou zijn geweest tussen D66 en de ChristenUnie? Dat mevrouw Kaag inderdaad ook dacht van, nou, die ChristenUnie is maar een kleine partij, maar wil wel mijn pareltjes, het voltooid leven bijvoorbeeld, daar willen ze niks mee. Nee, dus, nee dat was haar punt. Ja. Maar ja, mijn standpunt is, dat zijn allemaal aangelegenheden die het persoonlijk mens raakt. Ja. Nou, maar dan moet je ook respect hebben dat er ook groepen zijn in Nederland die over dat soort vragen anders denken. Daar moet je respect voor hebben. Maar je moet niet respect hebben voor een of andere jonge vogel die doet net alsof hij de koningin is. En hier alles te vertellen wil hebben. Dat doen wij niet. Daar gaan we niet aan beginnen. Daar beginnen wij niet aan. Nee. Nou, we hebben het nu natuurlijk over links. We hebben het gehad over het voorgaan met het huidige kabinet. Ja. Maar er zitten ook nog best wel wat partijen op rechts. U heeft meerdere keren aangegeven best wel een voorstander te zijn van samenwerking met de PVV. U vindt Thierry een fijne
man. En ook ja, in het 20 heeft wel een voorkeur. Maar als we kijken naar eerdere formaties met deze rechtse partijen, Rutte 1 met de PVV, provinciebestuur in Limburg en Brabant, met Forum voor Democratie in 2019. Ja, is allemaal misgegaan. Waar niet geschikt. Dat aan? Nou, niet geschikt. Dus dan is het ook, vandaar ook dat, dat weet hij zelf ook, dat ik tegen hem heb gezegd, ja, maar dit kan niet meer. Hou ermee op, man. En dat zal ook wel gebeuren. En ook met de PVV, denkt u niet dat de PVV... Met de PVV. Nou ja, die daar... kijk, dat is dat betreffende Kamerlid is een van de beste Kamerleden die er zijn. Spijkerhard, maar wel heel goed. Maar soms ook weer een beetje veel te veel. Hè? En ook dingen zeggen over andere politici die eigenlijk buitengewoon onbehoorlijk zijn. Daar hou ik ook niet van. Dus hij heeft het in zijn eigen hand dat hij toch in zijn uppie zit. Dus als u nu zou mogen kiezen, zou u liever niet samenwerken met de PVV als VVD? Ja. Oké. We gaan het even hebben over de huidige politieke situatie en verschillende maatschappelijke problemen en dat soort zaken die we op dit moment hebben. We hebben de afgelopen jaren gezien dat de meer radicalere takken van verschillende grote partijen zijn afgesplitst en hun eigen partij zijn gestart. GroenLinks is dat dan bijeen geweest. Bij D66 is dat Volt geweest, die wat federalistischer... Ja, dat is wel een goede club, die jongen. Oh, echt waar? Ja, dat vind ik wel. Ik ben het niet eens met hem eens, dat doet er niet toe. Maar het is een fatsoenlijke man. Ja. Zou dat niet dan ook nog een mogelijkheid zijn voor een coalitie, uiteindelijk? Waarom niet? Oké, ja. Ik zou er geen enkel probleem hebben om dat soort mensen erbij te halen. En kijk, als je niet ze allemaal in zo'n grote club kunt krijgen, dan heb je dus een aantal kleinere partijen nodig. Nou, dat kan figuur zijn die ik zo pas noemde. Laurens maar dat kan ook wat zegt u? Laurens Sassen van Volt. Ja, bijvoorbeeld. Maar ook die andere figuren die een stuk 4, 5 zetels hebben gehad. En zelfs een kabinet dat maar 1 zetel heeft. Dat is die wat dikkere mevrouw. Hoe heet ze ook alweer? Caroline van der Plas. Die vind ik fantastisch. Die zegt tenminste wat je kunt begrijpen. Ja. Huh? Ja, en echt. En dat heb ik ook laatst op de televisie gezegd. Toen heeft ze iets heel aardigs teruggeschreven. Dus ze snapte het ook. Dus wat wil je nog meer? Nou, waar ik eigenlijk naartoe wilde met deze vraag is dat... Goede mensen heb je nodig. Goede mensen, maar wel mensen die ontzettend kleine partijen hebben. Die inderdaad met 1 zetel de Kamer in gaan. Ja, die mogen dan misschien ook meedoen. Maar waarom niet? Hè? Vindt u een goede ontwikkeling? Dat er zoveel kleine partijen in de Kamer zitten? Nee, maar daar ga ik niet over. Die zijn er. Huh? Daar kan je niks aan doen. En, nou, je zou een kiesdrempel in kunnen stellen, zoals in Duitsland? Nee, daar ben ik altijd tegen geweest, want dat betekent dat je sommige kleine partijen, die kunnen nooit meer die Kamer in. Ja. Ja? Dus daar ben ik mordicus tegen. En als je nu kijkt naar die 3 die nu met elkaar aan het praten zijn, nou, die hebben niet de meerderheid, maar ze zijn wel aardig in de buurt. Nou, dus je hebt ook, je hoeft maar een paar mensen erbij te hebben. En je hebt een meerderheid. En dan is die en dan is die, dat is ook op zichzelf interessant. Duidelijk. Ander maatschappelijk gebeurtenis is iets van een tijdje geleden. Want we zeiden al in het begin dat u in 2010 ook op deze bank heeft gezeten. Dat was niet op dit podium, het was op een podium daar zo in de hoek. En toen u daar zat, toen vertelde u over deze universiteit dat het een behoorlijk rode universiteit was. Absoluut. Ja? Waar uitte zich dat in? Waaruit? Nou, dat wist ik gewoon. Ik ben lid in politieke wetenschappen. PSF heette dat, is dat nog steeds zo? Ja, dat heeft gezegd. Politiek-sociale dingen. Ja. En nou, was ik geloof de enige VVD'er was die erin zat. Maar die, en een heleboel hoogleraar, dat waren hele linkse types. Maar wel goede politici. Wat voor dingen zeiden ze dan? Wat voor dingen deden ze dan dat ze zo rood oogden? Nou, ik was zelf liberaal. Zij niet, maar... Zij dwongen niet hun opvatting. Dat zij wilden, die professoren, die wilden helemaal niet dat die studenten van mening gingen veranderen. En dus ik vond dat niet erg. En ik heb zelfs heel veel te danken aan een aantal socialistische professoren. Ik zal u één naam noemen. Dat heb ik al één van u ook verteld vanochtend zo pas. En dat was professor Klerenkoper. Professor Klerenkoper was communist en deed economie. Heel aparte man, die gaf het eerste college vroeg hij aan de studenten, wie van u heeft HBSA, dat bestaat niet meer, de HBSA geloof ik,
Wie van u heeft HBSA? Nou, dan stelden zoiets van 75 van die gasten zich op. En dan zei de professor terug, nou, als het B zit, zie ik u over 7 jaar op uw kandidaatsexamen. Nou, lollig, hè? Maar hij was wel een prima man. Ik zal nog iets geks vertellen over professor Klerenkoper, die heel veel wist van economie, maar heel ingewikkeld. Ik moest tentamen doen bij hem. Dat gebeurde dan bij de professor thuis, hè? In je eentje. Je woonde daar in de buurt van het concertgebouw. Dan ben je ontvangen door de professor. Kreeg je een kopje thee of zoiets. Ik deed het bijna in mijn broek, want het was zo verschrikkelijk moeilijk. Ik vond er ook helemaal niks aan. Dus het ging niet goed. En toen zei de professor tegen mij, ja, meneer Wiegel, u bent een beetje zenuwachtig, geloof ik. Hè? Wilt u een glaasje water? Nou, heel graag, professor. Dan zat ik met een glas water, bakte er nog niks van. En toen, dat is echt waar hoor, zei de professor tegen mij, u hebt zeker HBSA, dus niet zo'n hoge dingen. Nee, professor. Oh, hebt u dan B? Ook niet, professor. Hebt u dan misschien alfa daarboven weer? Nee, professor. Hebt u dan beta? Ja, professor. Toen zei de professor, dan hoeft u dit ook niet te weten. U bent geslaagd. Die mensen had je dan ook rondlopen. Dat is toch fantastisch, dat soort hoogleraar. Daar kon je ook van genieten. En zo er ook andere professoren waren die ook ontzettend aardig waren en goed waren. Een hele andere. Ik deed ook perswetenschappen. Dat kon je er zo bij doen. Is dat nog steeds zo? Ja, het deed nu media en cultuur volgens mij. Dus oh ja. Het is nu wat deftiger, maar het was gewoon pers. En dan zijn we een keer daar geweest bij het Vrije Volk. Dat is al lang opgeheven, die club. En dan werden wij ontvangen, de professor en de studenten die politieke wetenschappen deden, door de directeur. Nou, koffie natuurlijk, en zo'n taartje erbij. En er stonden ook sigaren op tafel. En de professor Roy, die was vroeger hoofdredacteur van de NRC, die stak een sigaar op tijdens dat gesprek. Toen dacht ik, nou als hij een sigaar kan oversteken, kan ik het ook. Dus ook een sigaar opgestoken. En nou, een beetje rondgekeken en vervolgens had die directeur van die krant, die had in de gaten dat de professor heel veel van sigaren hield. Dus toen was het gesprek afgelopen en toen stopte de professor nog eens even 2 sigaren in zijn tas. Toen dacht ik, dat kan ik ook. Dus ik ben toen ook met een paar sigaren weggegaan. Dus je kon daar, het was een manier toch van praten. En het was ook, waren misschien 6 studenten voor dat gezelschap. En ik heb altijd heel veel genoten van ja, dat soort hoogleraren. En veel informeler. Ja, prettig. 11 jaar geleden, op deze banken, werd u een vraag gesteld over de heer Rutte. Hij was natuurlijk toen net premier. En er werd aan u gevraagd wat u vond van de heer Rutte als premier. En uw antwoord was dat u dat op dat moment nog niet kon vertellen en dat de geschiedenis dat maar moest zeggen. Zo is het. Klap nu gezegd. Zijn we 11 jaar later. Kunt u ons vertellen, wat zegt de geschiedenis? Nou, die geschiedenis is niet afgelopen nog. Hè. Dus eigenlijk moeten we wachten totdat hij geen minister meer is. En dan weet je echt wat je ervan vindt. En tot nu toe? Echte soep. En tot nu toe? Nee, maar ik heb wel een keer tegen hem gezegd. Want we kunnen al heel goed zijn. We zijn zeer op elkaar gesteld. Dan zei ik tegen de minister-president. Hou eens op zeg. Je zit nou 12 jaar in dat kabinet. Ik ben maar 4 jaar minister geweest. Vond het mooi zat. Waarom moet je daar langer? Waar gaat het over? Schiep je toch niks aan? Gaan we het anders doen? Ja, maar ik weet niks anders, zei hij. Dat zegt hij ook echt. Dat, geloof ik dat dat zo is. Ik zei, dan ga je gezellig naar Brussel. Nou, zei, dat vind ik helemaal niet. Huh? Naar Brussel, vreselijk. Toen zei ik om een beetje te plagen. Nou, dan moet je commissaris van de koning worden. Dan zei ze, die lui hebben niks te doen. Ik zei, hey, rustig aan, rustig aan. Maar hij is gewoon een leuke man. En hij houdt ervan. En hij weet ook niks anders. Hij leeft alleen natuurlijk ook. Dat moet je je ook eens voorstellen hoe dat is. Zware banen, wordt er vaak uitgescholden door allerlei lui. Kom je s'avonds thuis, dus licht is niet aan, er is niemand. Ben je thuis, zie je niks, hoor je niks. Nou, en dan ga je slapen en de volgende dag zie je weer wat. Dus die jongen heeft toch een heel apart
apart leven. Hè? Dus ik heb wel veel respect voor hem. Dus u kijkt wel goed terug op de afgelopen 11 jaar, Rutte? Ja, we hebben allemaal gekke dingen ook gedaan, maar dat doe je als minister altijd. Je kunt niet iedereen blij maken. Maar in zijn algemeenheid, en dat blijkt ook uit natuurlijk de enquêtes, dus de VVD is de grootste partij. En een heleboel partijen zijn nu gezakt, maar de VVD nauwelijks. Dat gebeurt nog wel een keer natuurlijk, maar nu niet. En dat is toch in belangrijke mate, omdat die mensen zeggen, we hebben in ieder geval die huidige premier. Nou, daar hebben we wel vertrouwen in. Ja, dat is toch het punt, vertrouwen. Het is denk ik weer tijd voor een publieksvraag, dus... Als er mensen zijn, komt Renze weer naar jullie toe. Mag ik een zware, serieuze vraag stellen over buitenlandse politiek? Hoe denkt u over de terugtrekking van de NAVO uit Afghanistan? En als u dat vergelijkt bijvoorbeeld met eerder optreden van Nederland in Srebrenica. Oh. Daar was ik helemaal voor trouwens, want niemand kon voorzien wat voor een debat het zou worden in 1995. Wat denkt u daarover? Maar ja, in Afghanistan is het zo geweest dat daar de zaak is afgelopen, omdat de Amerikanen hebben gezegd, we houden ermee op. Die hebben afgebroken. En toen zei iedereen, ja, dan doen wij het ook. Maar Nederland trok toch al in 2010 zich terug uit Uruzgan en deed toen alleen nog een politieke missie in Kunduz bij de Duitsers als militaire aanwezigheid. En de NAVO heeft in het voorjaar besloten zich definitief terug te trekken. Dus is het niet eerder dat de USA zegt van ja, als de Europese landen niet meedoen en wij moeten het allemaal alleen doen, dan gaan we uiteindelijk ook weg. Ja, dat is het besluit. De Amerikanen die runden daar de tent met een grote groep. En de nieuwe president heeft gezegd, dat doe ik niet meer. Ga maar mensen kunnen doodgaan, dat doe ik niet meer. Haal ze weg. Nou, dat is dan het besluit. En vervolgens kun je, heeft de NAVO er helemaal niet mee bemoeid, in ieder geval niet echt tata zitten te roepen. Dus je hebt het ook maar gezegd, nou, we maken er maar een eind van. Ja, dat is het gebeuren. Zouden de Europese landen en Nederland dan niet juist het initiatief hebben moeten nemen om te zeggen, nee, we gaan onze bijdrage daar juist versterken? Nou, dat want Afghanistan ook, kan je zo snel maar niet dat doen. Dat durven die ministers ook niet. Want als daar dan wel wat weer verder gebeurt in de narigheid, en die zal natuurlijk gebeuren, en mensen, soldaten, militairen uit Nederland, een aantal van hen verliest het leven, nou, dan moet je de Nederlandse politiekers horen. Die willen dat niet. En ik denk dat ik vind het op zichzelf een begrijpelijke besluit dat de Amerikanen genomen hebben, maar ik ben in het algemeen het van mening dat allerlei bemoeizucht, niet alleen van Amerika, maar ook van de NAVO, zo min mogelijk buiten het eigen gebied moet doen. Zo min mogelijk. Daar zijn wij voor. En de NAVO is ook een verdedigingsinstitutie. Het is denk ik tijd... Oh. Dat is waar. Dat is waar, mevrouw. Dat is de harde politiek. Het is misschien tijd voor een andere vraag. Ik zie dat de microfoon er al heen gaat. Dank u wel. Allereerst zou ik graag willen zeggen dat u koele sokken heeft. Als het mag. De laatste maanden hoor je steeds meer dat Rutte en de VVD een beetje hetzelfde één worden. En dat veel mensen stemmen op de VVD vanwege Rutte. Nou, maakt het niet uit. Vindt u het niet zorgwekkend of bent u het mee eens dat er eigenlijk geen mogelijke opvolger is voor Mark Rutte? Nou, dat is heel zorgelijk natuurlijk. Dat is natuurlijk, ik ben het helemaal met u eens. En daar heb ik ook wel eens over zitten na te denken. Maar kijk, er zijn dus wel van die opvolgers zo af en toe boven komen borrelen. Hè? Die zijn er wel. Die dachten nou, dan gaat die Rutte, die hoepelt op, dan ik op die stoel. Niet waar? Begrijpelijk allemaal. Maar hij ging niet weg. Dus op een gegeven moment zei je dan die mogelijke opvolgers, die zeiden, tabé, dat doe ik niet meer. Nou ja, bijvoorbeeld die de vraag of hij Dina zo geschikt was wel een grappige man, maar ik weet niet, wat mijn, maar doet er ook weer niks toe. En die is er mee opgehouden. En het grote nadeel van deze situatie is dat je dus bijna niemand kunt bedenken wie de opvolger van Rutte zou worden.
Dat is het grote probleem. En ik denk ook, nou, u zult het misschien gek vinden als ik het zeg, maar ik zeg het toch maar. Ik denk omdat hij het misschien niet zo erg vindt dat hij geen opvolgers bij zich heeft. Want dan kan hij gewoon nog even blijven. Ja? Dat is een, dan moet je, zoiets moet je ook in elkaar zitten. Ik heb ook een opvolger gehad, dat is meneer Nijpels. Ik ging weg. Maar ik heb het niet goed gedaan, want het eerste jaar was hij goed en het jaar daarna werd het een puinzooi. Toen hebben ze hem eruit gegooid. Dus ja, het is altijd heel moeilijk om te schatten wie het dan moet worden. Ja. Dus nog tijd voor één publieksvraag. Misschien aan die kant ergens iemand? Ja, het ging net over de verandering in de partij en daardoor vroeg ik mij af in hoeverre streef je als partij om bepaalde standpunten te verdedigen en in hoeverre streef je om groot te worden en daarmee invloed te hebben. Om je? Ik wil het even herhalen, ik kon niet zo goed verstaan. Ja, in hoeverre streef je als partij om groot te worden en invloed te hebben en in hoeverre streef je om gewoon je standpunten en je waarden te verdedigen en het maakt niet uit hoeveel mensen daarop stemmen. Nee, dat snap ik, ja. Die partijen heb je ook, hè? De SGP is natuurlijk het voorbeeld. Drie zetels. Oudste politieke partij. Is ook heel bijzondere partij. Met overigens buitengewoon goede Kamerleden altijd. Dat is hun filosofie. En het gezelschap kan ook niet groter worden, want ze hebben een zodanige opvatting dat maar weinig Nederlanders dat vinden wat zij vinden. Dat is één. Twee, je hebt inderdaad ook die andere partijen die kijken naar macht. Hè? Of macht, die wat meer. Kamerleden. Dat is wel prettig. Ik vond het plezierig om. Die VVD was vroeger ook een aparte partij. In één zin, ja, een beetje allemaal heel rijke mensen. Rijke mensen die overal in zaten. Maar ik heb geprobeerd van die VVD een volkspartij te maken. Gewone mensen ook. Vroeger Partij van de Arbeid, CDA en al die dingen. Dat is toen gebeurd. We gingen toen van 15 zetels naar tegen de 30. Dat is mijn slot geweest toen. Ben ik ermee opgehaald. Nou, en volgens mij is het een heel klein fractie. Dit zou ik niet willen wezen. Nee, dat is interessant, maar daar nee, hoeft niet. Maar ik wil wel graag een club die hoeft ook niet zo groot te zijn. Want je hebt al helemaal zeurpieten er ook tussen zitten. Maar wel een partij die ook nogal wat invloed heeft qua aantal. En ik vond die stelling van zo'n 25, 30 zetels, vond ik eigenlijk wel een mooi getal. Had je ook echt wat te macht, had je ook wat enige macht, hè, om het zo maar te zeggen. Macht is ook, hoort ook bij de politiek. Ja, is daarmee je vraag beantwoord? Mooi. We gaan nog heel eventjes hebben over wat er natuurlijk eergisteren is gebeurd. Prinsjesdag, de jaarlijkse troonrede die werd voorgelezen. Is er iets opgevallen? Wat? De troonrede. Die troonrede? Ja. Nee, het is altijd hetzelfde. Altijd hetzelfde, ja? Ja, soms met andere bewoorden, maar het is altijd heel lang praten. En weet je hoe dat gaat? Dat is echt heel erg als je weet hoe dat gaat. Dan mogen dus alle ministers, die mogen dan een stukje inleveren. Huh? Dan verzamelen ze dan. En wordt één grote mix van al die en dan maken ze dan zo'n ding van. Nou, toen ik minister was, dan zei ze, ja, ik zei, dan moet dat ook voor het staat, voor hier hoef ik helemaal niet, want ik heb mij dat schelen, die paar regels in dat boek. Dus ik deed het gewoon niet. En het is natuurlijk voor degene die het allemaal moet oplezen, nu is dat de koning, en die wist ook, die gebeurde ook af en toe een klein foutje, en dat gold voor die koninginnen daarvoor ook, al die verhalen. En wat gebeurt er altijd, want soms dacht ik, zo deze keer, oh, dat is eigenlijk wel een aardig verhaal. Maar wat zegt iedereen, stond weer niks in, of je hebt er niks aan, of ja. Nee, dat moet je niet doen. Er is ons wel iets opgevallen. En dat is dat er ongelooflijk veel geld extra wordt uitgetrokken voor een demissionair kabinet. Bijna 7 miljard extra naar klimaatbeleid. Zo'n 400 miljoen extra naar de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Ja, maar dat is niet per jaar hoor. Nee, dat is zo. Een stukje ervan maar. Dat klopt. Het is natuurlijk niet een structurele uitgave. Maar ze het is wel het, een ze uitgave maken het die dikker dan je denkt. Ja, ja? Het wordt dikker gemaakt dan het daadwerkelijk is. Natuurlijk. Grote getallen noemen, maar als je het goed leest. Dat betekent dat dan moet worden uitgespreid over 10 jaar of zo. Ja, dat was inderdaad een deel daarvan. Maar die 6,8 miljard, dat is wordt ook over verschillende jaren bereikt. Maar uiteindelijk, als je dat nog in 1 jaar uitgeeft, gaat het nog steeds om
honderden miljoenen, zo niet miljarden euro's. Ik vind dat best veel voor dat is ook een kabinet met een demissionaire status. Maar we hebben gelukkig die centen toch. Dus het kan. Dat mag, nou, mag je hopen dat de minister van Financiën daar een beetje op let natuurlijk. Ja, komt natuurlijk omdat we die ruimte nu ook hebben. Omdat er nu de gedachtegang is dat we toch meer ruimte hebben dan we dachten dat we hebben. Maar moet er volgens u niet eerst een missionair kabinet komen voordat dit soort bedragen worden uitgegeven? Ja, maar iemand moet het toch doen? Daar hebben we een regering voor. Nou ja, hebben we een regering? Hm? We hebben toch geen regering? Tuurlijk hebben we een regering. Of geen missionair kabinet? Ja, maar ze zijn er. Dus het moet gebeuren? Ja. Oké. Okay. Het was een groot voordeel. Ik ben ook wel eens minister geweest voor een tijdje dat je het niet was, weet je wel. Nou, dat is fantastisch gewoon. Want dan heb je wel eens van die vervelende stukken. Dus, oh nee, dat is voor mijn opvolger. Nee, gewoon niet. Maar als er iets leuks bij was, zei ik, nou, dat zou ik wel even doen. Dat is een fijne tijd die ik ook heb meegemaakt toen. Terug in de tijd. Er werd wel gezegd dat dit demissionaire kabinet alleen de vitale zaken behandelt. Alleen de allerbelangrijkste dingen die nu echt geregeld moeten worden. Maar wie bepaalt er precies wat dan nu geregeld moet? De belastingbetaler. En bijvoorbeeld 2 miljoen extra naar veteranen. Dat staat nu in de troonrede. Hoeveel? 20 miljoen, sorry. 20 miljoen is niet zoveel geld hoor. 20 miljoen is toch een redelijk bedrag voor een kabinet dat niet is herkozen. Dat geen missionaire status heeft. En mij lijken veteranen ja, heeft er niks niet mee te maken. Een ze vitale mogen, zaak. Ze mogen doen wat ze willen. Zij mogen doen wat ze willen. Ja, natuurlijk. Want ja, tenzij natuurlijk het parlement zegt, nee, dat doen we niet. Die antwoord daarop. Maar je hebt ook er van heel veel, is dat met Kamerleden, die willen nooit dat soort mededelingen doen van die centen krijgen jullie niet, want dan vinden ze, oh, dan worden ze heel alleen boos weer of zo. Dus dat gebeurt eigenlijk nooit. Dus u vindt het wel goed dat dit demissionaire kabinet gewoon wat geld aan het uitgeven is? Nou, dat hangt er vanaf. Wat ik zo pas zei, het lijkt meer dan het is, want het gaat over jaren. He, dat is nu ook is dat met de woningbouw natuurlijk ook gedaan. Dat is ook zo'n heel hoog getal genoemd. Hoeveel is dat? Weet u dat? Er worden sowieso 1 miljoen woningen gebouwd en er wordt 1 miljard extra uitgetrokken volgens mij. Nou, weet ik veel. U moet het weten, ik niet. Nee, ja, veel geld. Heel veel geld. Oh, oké, okay. Ja. Maar dat is maar als je dat goed uitrekent. Wat betekent dat de komende... Kijk, als je dat voor de woningbouw dan doet, hè? Ja. Dat is een getal vooruitgang. Dan kan je zeggen, dat doen we zoveel. Maar daar doe je niks mee, want pas na 5 jaar is er een huis gebouwd. Mm-hmm. Hè? Dus het lijkt allemaal soms meer anders dan het is, laat ik het zomaar zeggen. Het kabinet heeft dan nu dus heel veel uitgaafplannen voor in de toekomst. En u heeft ooit in het verleden, meneer Van der Nijl, van beticht een Sinterklaas te zijn. Zien we nu de bouwplannen voor een nieuwe Sinterklaas over 1 jaar of 5, wanneer al deze miljarden wel zijn uitgegeven? Nee, dat valt. Ik denk dat het mee zal vallen. Dat komt allemaal wel goed. Ja, kijk, want ze moesten natuurlijk ook wat, want je hebt natuurlijk al die lui die niet in de regering zitten, die begonnen alleen maar te gillen dat er onvoldoende geld was. Dus je moet dan toch, dat hebben ze nu voor de klimaat, iedereen voor die klimaat, die zult ook wel, ongetwijfeld ook voor het klimaat zijn, nou wie is tegen het klimaat, allemaal voor het klimaat. Maar op een gegeven moment, ja, dan moet je iets doen. Nou, dan kies je, dan hebben ze dus, laten ze zien dat ze dat doen. Ik praat er een beetje cynisch over hoor. Dat mag ook, natuurlijk. We zijn hiermee helaas wel alweer aan het einde van dit interview gekomen. Dus meneer Wiegel, bedankt voor dit interview en voor het publiek. Wij zijn als Room for Discussion op dit moment mensen aan het werven als nieuwe interviewers. We hebben vanavond om 5 uur een borrel bij Crea. Dus mochten jullie mensen zoals de heer Wiegel willen interviewen, kom vooral langs. En voor de rest hebben wij de komende tijd interviews met onder andere Diederik Samson, Maroen Koopman. Dat is een leuke man. Hele leuke man. Wij hebben er heel veel zin. Hij is ook heel goed. Hij is ook echt goed. Komt u kijken? Nou, ik kom niet kijken. Nee, ik ga straks naar Friesland toe. Maar die man heb ik heel goed gekend. Niet alleen toen hij Kamerlid was, maar ook toen hij op het gymnasium werkte in Leeuwarden. U heeft een lange geschiedenis. En toen wilden ze dat gymnasium de nek omdraaien. Sommige van die linkse lui. En hij was de aanvoerder van de jonge lui daar. En ik was daar commissaris. Dus wij hebben met z'n tweeën ervoor gezorgd dat gymnasium nog steeds betaald. Dat vond ik toch wel mooi. We zullen hem naar u vragen. Hm? We zullen hem over u vragen. Kijk wat hij van u vond. Kijk of hij het nog weet. We hopen het maar. In ieder geval. Het was gezellig. Wiegel.
bedankt. En wij hopen jullie in ieder geval allemaal terug te zien bij de aankomende interviews.